Goedenavond en welkom op de persbabbel na KSVR Tubize. Je donne la parole à Sadio. Permettez-moi d'abord de remercier M. Denis Zambik. Je n'arrêterai pas, je n'arrêterai jamais de le dire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vous n'ignorez pas que j'ai passé 7 saisons ici à Roussela. J'ai terminé une fois meilleur buteur comme défenseur central. Et c'est avec l'aide de M. Danoué que j'ai commencé l'école des entraîneurs. C'est peut-être en dehors de ce match d'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une occasion de, encore une fois de plus, de le remercier. Et je ne le remercierai jamais assez. Voilà, Dan, merci beaucoup. Concernant le match, je crois que en première mi-temps, on pouvait s'en sortir. Comme les autres matchs. On a eu des occasions de but, des occasions très très nettes pour tuer le match. On ne l'a pas fait. Sur le plan organisationnel, on est en place, bien en place. Voilà, le reste, ça reste notre problème depuis le début de cette saison. C'est qu'on n'est pas des tueurs. Une seule solution, c'est d'y remédier. D'y remédier, c'est de continuer à travailler très dur. Pour y remédier, certes, il y a d'autres solutions peut-être que je ne voudrais pas y relater ici. Mais on va continuer à travailler parce que c'est la deuxième tranche qui nous attend. On n'a pas le choix. D'autant plus qu'on connaît tous nos adversaires. On n'aura pas le choix de ne pas faire mieux que ce qu'on est en train de faire. En deuxième mi-temps, à part le but qui est arrivé, ils ne nous ont pas posé de difficultés chez eux. Voilà, je crois que mes garçons aujourd'hui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Parce qu'avoir des occasions pareilles dans ce niveau de championnat, à cette période de ce championnat, c'est inadmissible de ne pas les mettre dedans. Voilà, nous allons y remédier et continuer le travail. Merci beaucoup. Merci bien. Ja, ik ga complimentjes teruggeven aan. Sadio is de beste maat in het voetbal. Zo simpel is het. En hij is ook de enige geweest in mijn hele carrière die solidair is geweest met mij. In moeilijke momenten. Dus bloemetjes terug naar mijn copain. Maar in het voetbal telt dat niet in die 90 minuten. Dan moet je zorgen dat je wint. Dat hebben wij gedaan met een beetje geluk. De eerste 20 minuten denk ik dat Tubize de betere ploeg was. We krijgen ook wel heel wat kansjes. En als Stefans een klein beetje wakker is, dan is het 0-2. En dan pakken wij de wedstrijd zelf een beetje in handen. En dan krijgen wij ook wel wat kansen met Mathieu Cornet. En dan kabbelt die wedstrijd een beetje voor. Nou, is het betere voetbal bij Tubize en het, een beetje meer power bij ons. En in de tweede helft vind ik dat wel goed starten. En scoren ook een goede goal. En dan, doen wij eigenlijk de boeken toe. Of proberen we de boeken toe te doen. En dan krijgt Babic nog een hele grote kans. Maar wij krijgen ook 3-4 grote kansen. En dat moeten we uitspelen. En we hebben wel veel maturiteit getoond vandaag. Alleen nogmaals, ons werkpunt blijft voetbal. We spelen iets te weinig. En dat kan ook te maken hebben met de manier. Ik ben hier nu een maand en wij hebben andere accenten gelegd. Andere manier van trainen, andere manier van approach. Andere manier met elkaar omgaan. Proberen op alle gelederen nog meer te professionaliseren. We leggen de lat een stuk hoger in alle, maar dan ook alle facetten van het voetbal. En daar hebben de jongens natuurlijk wel wat moeite mee. Je haalt ze uit een comfortzone. En wij zijn van de eerste seconde tot de laatste seconde zijn wij scherp. En we hamen erop. En daar hebben toch heel wat jongens wat moeite mee. En, ja, dat vertaalt zich toch ook wel in het voetbal, vind ik. Misschien dat ze op dit moment nog een beetje te zenuwachtig zijn. Of misschien een beetje gebrek aan vertrouwen.
Maar vergeet niet, we hebben 3 keer gewonnen, 2 keer gelijk. En nee, maar 1 keer verloren, wel een serieuze pandoering. Maar 3 keer winnen, 2 keer gelijk en 1 keer verliezen, dat is wel een heel goed moyen om de top te spelen. Dus wij willen zo voort blijven doen. En nogmaals, wij kijken niet achterom, we willen alleen maar omhoog en beter en verder. En daar hebben we een hele goede trainerstaf voor, die de jongens echt scherp houden. En nogmaals, ze moeten dat accepteren en ze moeten ervoor gaan, want anders blijven ze achter, dat kan ik verzekeren. Oké, dankjewel. Zijn er vragen? De question?